Goedendag, het waren weer fantastische dagen in de Alpen, het weekend. Met veel ruimte voor de zon en ook fantastische condities. Er was voor het weekend nog verse sneeuw gevallen, zoals hier in Zwitserland. En met die zon erbij was het dus echt wel genieten. En niet alleen in Zwitserland was het perfect, ook in Oostenrijk als ook Italië waren de condities echt prachtig. Mooie blauwe luchten. En ja, ook nog wel vrij weinig skiers op de piste te bekennen, zoals hier achter me. Ja, echt fantastisch, maar dat gaat helaas veranderen, want het wordt allemaal een stuk onstuimiger en onstabieler en dat heeft te maken met de straalstroom. Ik heb hier een kaart meegenomen van de wind op 10 km hoogte en dan zien we nu nog hier gelijk achter me de Alpen in ja, vrij rustig vaarwater liggen, maar dat gaat de komende 24 tot 72 uur veranderen. De straalstroom komt namelijk pal tegen de Alpen aan te liggen. Hier zien we het gebeuren via Nederland. Uh, het is een rivier met hele zware windstoten. Veel wind die recht over de Alpen komt te liggen. En dat zorgt voor echt onstuimig weer vrijdag en zaterdag. Vooral in Oostenrijk en delen van Zwitserland kan de wind flink aantrekken. En dan moet je echt rekening houden met windstoten op de bergtoppen van 80 tot lokaal 120 km per uur. En daarbij blijft het niet droog. Het gaat ook flink sneeuwen en in de dalen regenen. Pas in de loop van het weekend komt die straalstroom weer wat zuidelijker te liggen. Maar dan komen de Alpen ook uiteindelijk in wat zachtere lucht terecht. En dan kan de sneeuwvalgrens wel weer een dingetje worden. Hoe gaat het dan met de neerslag en de details die er daarbij horen? Nou, dan zien we hier de woensdag nog. De Alpen lagen dus vandaag nog lange tijd in de zon met rustig weer, maar we zagen een band met regen al ten noorden van de Alpen liggen. En die band met de regen die bereikt morgen de Alpen woensdag. En het, ja, het valt allemaal nog mee. Het is voornamelijk sneeuw vanaf 1000 meter. Maar het is wel het startschot van dus die straalstroom die recht over de Alpen ligt. Flinke sneeuwbuien en regenbuien die ja, de komende dagen over de Alpen heen trekken. Ook veel wind erbij. En na het weekend ook nog steeds kans op neerslag met een stroming die wat meer naar het westen draait. En de sneeuwvalgrens die gaat dan wel weer iets omhoog. Dit weekend moeten we rekening houden met een sneeuwvalgrens rond de 1000 meter in Oostenrijk. En ja, 1400 meter in Zwitserland en de Franse Alpen. Na het weekend kan die sneeuwvalgrens overal naar 1500 meter stijgen. En ja, met dat ontstuimige weer moet het verkeer ook rekening houden naar de Alpen toe. Vooral vrijdag namiddag en zaterdag als er vele Nederlanders die kant op gaan. Of ook mensen uit de Benelux. Ja, dan moeten we toch wel rekening houden met veel regen en wind... Vooral in Duitsland, uh, op de hogere snelwegen over het Spessart bijvoorbeeld. moet je echt rekening houden met windstoten en veel regen. Ook is er dus kans op aquaplanning, hou daar rekening mee. Maar omdat het ook relatief zacht is met temperaturen op de hele route tot aan de Alpen boven nul. is het vooral een regen en geen winterse neerslag. En zullen we dit soort plaatjes waarschijnlijk niet krijgen op de snelweg. Naast het weer is er dus ook veel, ja, veel drukte op de weg. Waar moet je dan rekening mee houden? Nou, vooral als je vrijdagmiddag vertrekt met veel files in het Roergebied, Düsseldorf en Keulen, daar kan het echt goed vaststaan. Als ook op de ring van München, dat vooral op zaterdag, als de meeste Nederlanders daar voorbij komen. En verder is het vooral druk bij de grens van Zwitserland en Oostenrijk. Wie daar vanaf de A5, A7 of de A8 de Oostenrijk binnenrijdt, moet rekening houden met grenscontroles en wachttijden, die soms al kunnen oplopen naar 60 of 90 minuten. Ook is er veel werkzaam, zijn er veel werkzaamheden in Duitsland. De bekendste ja, hotspot is toch wel de A3 van Woedzburg naar Nuremberg. Daar hebben we nu een bouwstelle van 80 kilometer lang. Nou, daar gaat de weg van 3 A4-baans naar 2-baans, of zelfs even 1-baans. Ja, dat gaat toch echt al voor een flessenhal zorgen. Heel anders is dat niet op de A8, dat is vaak de alternatieve route voor veel Nederlanders die richting Oostenrijk gaan. Daar wordt nog altijd, daar wordt nog altijd gewerkt aan een tunnel tussen Stuttgart en Ulm. En het is nog altijd daar ja, best wel druk met veel verkeer. En ook de A13, als je eenmaal in Oostenrijk bent, moet je, moet je rekening houden met ja, toch wel weer die werkzaamheden. Daar wordt, uh, de hele A3, A13 wordt daar opnieuw gebouwd en ook de A10 zijn ze op de Touwenautobaan bezig richting Carintië. Overigens zullen er ook lange wachtrijen zijn op zaterdag voor de Mont Blanc-tunnel als ook de tunnel naar Italië toe via Zwitserland. Kortom, best wel wat drukte op de weg. Maar goed, eerst terug naar die sneeuwval. En dan heb ik weer een kaart meegenomen van deze dinsdag. En dan zien we de Alpen dus nog steeds in dat rustige weer liggen. Maar aan het eind van mijn kaart, bovenin, zien we al die storing klaar liggen. En die storing. Trek dus over de Alpen heen morgen. Zorg niet voor gek veel sneeuw. Het is veel, 5 tot 10 centimeter. Maar ik zei het al: dus het is startschot van het onstuimige en natte weer. Vooral vrijdag veel regen en sneeuw aan de noordkant. Zwitserland en Oostenrijk rijkelijk bedeeld in de sneeuw. Maar de sneeuwvalgrens is dus nog wel een dingetje. Hier in het uiterste oosten van Oostenrijk ligt hij rond de 800 meter. Ga je wat meer richting Tirol, dan komt hij zo rond de 1000 meter. Maar Zwitserland ja, moet je toch wel rekening houden met regen tot 1400 meter. En samen met smeltwater kan dat zorgen voor overstromingen en andere overlast. En ook lawines. Overigens aan de zuidkant weer opnieuw minder sneeuw. Carinthië, als ook de Dolomieten en de Franse Alpen, ja, die zijn echt minder bedeeld. Is het allemaal wat droger, maar misschien is dat ook al helemaal niet zo erg als die sneeuwvalgrens wat aan de hoge kant ligt. Hoe ziet het dan nog verder in detail uit met de hoeveelheid sneeuw die dan valt? Nou, ik zei het al, vanavond dus, of eigenlijk morgen en morgenavond, vrij weinig sneeuw. Maar die hoeveelheden lopen toch snel op op vrijdag. En dan zien we die hoeveelheden oplopen naar 50 tot 100 centimeter in de bergen. En uiteindelijk kan er zelfs anderhalve meter sneeuw vallen in de regio van Caproen, Dagstein, als ook hier het gebergte rondom Grindelwald en Adelboden. Behoorlijke hoeveelheden, maar houden er wel rekening mee dat die sneeuwvalgrens dus wel wat aan de hoge kant is. En ik zei het dus al, die sneeuwvalgrens is dus hoog. En dat komt omdat we de Alpen als het ware op een scheidingsvlak liggen tussen wat subtropische en ja, maritiem polaire lucht. Ten noorden van de Alpen dus die koudere lucht die voorbij schuift. Sneeuwvalgrens in Polen en Tsjechië tot in het laagland. Terwijl met dat hoog hier bij de Azoren toch ook al zachte lucht erin komt. En ja, dan is de sneeuwvalgrens dus wel wat hoger, richting de 1500 meter in de Franse Alpen. Tijdens het weekend komen heel de Alpen in dat wat zachtere weer terecht. Maar volgende week, als het allemaal wat rustiger wordt, is het allemaal zo gek nog niet. Een hoger drukgebied neemt het over en dan wordt het allemaal wat beter. Meer ruimte voor de zon en ook wat hogere, of wat minder hoge temperaturen. Kort samengevat, dus een onstuimige start van de kerstvakantie. Vrijdag, zaterdag, maar als ook zondag, vooral in Zwitserland en Oostenrijk, veel wind, veel regen en veel sneeuw hoger in de bergen. Want die sneeuwvalgrens is dus echt nog wel even een dingetje. In het uiterste oosten van Oostenrijk ligt die rond de 800 meter, maar ga je wat meer richting Voralbergen en Tirol, dan komt die rond de 1000 meter. En in Zwitserland ligt die zoveel rond de 1400 meter. Daaronder dus regen. Na het weekend wordt het allemaal wat rustiger, eerst nog wat zachter. Maar ja, er zijn toch wel wat voortekenen dat het allemaal wat mooier wordt later in de kerstvakantie. Met meer ruimte voor de zon en dus hoger in de bergen, echt fantastische condities als de sneeuw eenmaal gevallen is. Kortom, ik wens u een fijne kerstvakantie toe en tot de volgende keer.